Ik toon je de 25 apps die ik elke dag gebruik als freelance voice-over stem. Ik heb altijd al een soort fascinatie gehad voor mooie stemmen. Van de magie van de juiste stem en de sfeer daarbij op een beeld. En met deze video's wil ik mijn passie met jullie delen. Als freelancer heb je heel veel vrijheid en dat is zalig, dat is waarvoor ik het doe. Maar je moet ook zelf alles gaan inplannen. Daarom is iCall van Apple mijn belangrijkste tool. En het is echt de eerste app dat ik elke dag check. Wat staat er vandaag op de planning? Waar moet ik naartoe? Het is ook belangrijk dat je deadlines kunt halen. En het is niet altijd makkelijk als je een beetje procrastinator bent, zoals ik dat soms wel ben. En een goede planning is onontbeerlijk. Oftewel nodig. Maar de projectmatige planningen, die zitten in een app en die heet Monday. Het is een soort hele chique Excel die je op verschillende manieren kan gebruiken. Ik hou op die manier bij welk project in welke staat is. En het leuke is, dat is ook met kleurtjes, dus als alles klaar is, is eigenlijk alles groen. Ze zeggen soms dat planning de helft van het werk is en ik geloof er wel in. Voor het inlezen gebruik ik Reaper. Je kunt er ook Pro Tools voor gebruiken. Dat is een heel professioneel programma met heel veel extra's. Audacity is dan het hele simpele programma zonder veel extra's. In mijn vorige video, of misschien kan ik hier naar linken, dat moet ik nog eens uitzoeken, heb ik getoond hoe dat ik daarmee aan de slag ga. En een volgende app, of plugin eigenlijk, dat ik gebruik, is iZotope. Ik gebruik geen fysieke plugins, dus ik ga mijn stem niet op voorhand versterken of aanpassen of compressen ofzovoort. Ik lees het gewoon in. En achteraf zet ik er dan een plugin op om de stemopname nog beter te laten klinken. Nummer 5, Dropbox. Alles dat ik doe, steek ik in de cloud. Als ik een audioopname maak, dan wordt dat meteen gesaved in een map op Dropbox en dan wordt het meteen gebackupt online. En het voordeel is, het is gewoon een map die op je computer staat, maar die is eigenlijk op elke computer waarmee je inlogt op je Dropbox-account toegankelijk. 7. Er zit aan 6. Google Drive gebruik ik ook dagelijks en zo heb je nooit meer files als scenario versie 1, dev, nu echt definitief, het is naar de klant, het is goedgekeurd, finaal definitief. Nee, je hebt gewoon altijd een file die up-to-date is, want opnieuw, het zit in de cloud. Ik ben een iPhone-gebruiker, dus de Notities-app op mijn iPhone gebruik ik ook echt heel veel. De Notities-app is heel handig als je snel een notitie moet maken of een kleine to-do-list. Ik gebruik die zelfs om naar de winkel te gaan. Kleine, fijne tool, ik gebruik hem echt heel veel. Een tool dat ik iets minder vaak gebruik is eigenlijk een website, wordcounter.net. En die pagina heeft maar één functie, die telt het aantal woorden. Want soms krijg je een tekst door en dan vragen mensen hoeveel vragen daarvoor. Ik weet dat ik ongeveer 160 woorden per minuut lees. Dus als ik weet hoeveel woorden dat er in de tekst zitten, dan weet ik heel snel hoeveel minuten die tekst is. En dan weten ze ook meteen wat ik daarvoor vraag. Dus ik heb nu eigenlijk al de planningstools opgesomd. En ik heb ook de apps getoond waarmee ik eigenlijk day-to-day mijn werk doe als voice-over. Maar een ander belangrijk aspect van het freelancen is je online aanwezigheid. En één van de tools daarbij is SoundCloud. SoundCloud is een gratis platform waar je audiofiles kunt uploaden. Je hebt een mooie speler of een link die je kunt doorsturen naar klanten als ze daarom vragen. Een tweede belangrijke voor online is YouTube. Dit is mijn YouTube-kanaal. Als je voice-overs inspreekt, is dat ook vaak voor video's. En die video's kun je op je YouTube-kanaal plaatsen. En opnieuw, het is fijn om een link te kunnen sturen naar klanten als ze vragen, ah, heb je een paar voorbeelden van bijvoorbeeld een explainer-video. Tot op vandaag gebruik ik eigenlijk Vimeo daarvoor. Maar ik ga die video's binnenkort, denk ik, overzetten naar mijn YouTube-kanaal hier. Ik vind het ook fijn om dan die video's en die SoundCloud-files op een website te kunnen tonen, waar je nog een beetje meer uitleg kunt geven over hoe je dan te werk gaat als stem. En ik gebruik daarvoor WordPress. WordPress is een tool om websites te maken en je kunt die site volledig aanpassen naar wens. Je downloadt een template, je verandert die template een beetje en voordat je het weet heb je een prachtige website waar dat je jouw voice-over diensten aanbiedt. Wat ik ook heel interessant vind bij die website is Google Analytics. Het geeft een beetje een idee van wat dat mensen van je website vinden of ze er vinden wat dat ze zoeken. En je kunt alleen maar je website daardoor beter maken. Een andere plugin dat ik gebruik en waar volgens mij wel nog wat kansen in zitten, is WooCommerce. En met die WooCommerce, wat eigenlijk een plugin is voor WordPress, kan je je website ombouwen naar een soort bol.com eigenlijk. Naar een soort e-commerce website. Nu gebruik je dat nog niet zo heel veel, maar naar de toekomst toe gaat het alleen maar logischer worden om wat je bestelt online ook meteen op de website af te rekenen. En ik vind websites belangrijk. Een laatste tool dat ik ook dagelijks gebruik is LiveChat. En LiveChat is eigenlijk op mijn website ook een chatbox-venstertje, een soort Facebook Messenger-achtig dingetje, die oppopt wanneer klanten erop komen. Ik heb al gemerkt, als mensen een vraag hebben, gaan die veel sneller typen of mailen dan bellen. En dat is een heel laagdrempelige manier om mensen contact te laten opnemen met mij. Maar als je er dus in geslaagd bent om klanten te verzamelen via het internet, dan heb je als freelancer nog een aantal andere dingen die je moet doen. Dat is onder andere een factuur sturen naar die mensen. En daarvoor gebruik ik
Totals van Kadisoft. En het voordeel van dat programma is dat mijn factuur dan heel mooi uitziet en helemaal past in de huisstijl dat ik voor mezelf bedacht heb. En dat alles terug opnieuw in de cloud gebeurt. Ik kan er ook offertes mee versturen, tarieven mee versturen, herinneringen, aanduiden welke wel en niet betaald zijn. Het enige nadeel is dat ze geen app hebben voor op de gsm. Dat zou ik helemaal cool gevonden hebben. Moest ik ook die facturen kunnen versturen via mijn iPhone. Dus misschien dat ik dan toch overstap als anderen dat wel beginnen aanbieden. Een andere app die ik dan ook heel vaak gebruik is mijn bank-app. Dus waarschijnlijk heb je die ook al. En PayPal. Ik merk meer in het buitenland hebben ze vaak de gewoonte om te betalen via PayPal. En als ik bijvoorbeeld een abonnement heb op een dienst zoals Voices.com of zelfs Netflix, dan gebeurt dat ook via mijn PayPal-account. Ik ben er bijna. Nog twee te gaan. De laatste tijd ben ik dus ook bezig met video's op YouTube zetten. En die video's monteer ik met Final Cut X. Vroeger was daar tegen, want eigenlijk gebruikte ik vroeger Premiere of Avid. En vond ik Final Cut X zo'n beetje een programma. Maar ja, een keer dat dat toch in je vingers begint te zitten, gaat dat wel heel snel. En last but not least, ik heb de laatste tijd ook podcasts ontdekt. Als ik in de auto zit, dan gebeurt het heel vaak dat ik naar een podcast luister. En dat is ook een app van iTunes. Gewoon op je gsm, podcast heet die. En zalig. Dus voilà, dat zijn de 20 apps en niet de 25, zoals ik in het begin zei, die ik elke dag gebruik als freelancer. Trouwens, over podcasts gesproken, van alle video's die ik op YouTube zet, komt er ook een podcastversie. En ik ga binnenkort bij twee hele leuke mensen om een gesprek te doen. En dan ga ik een korte versie daarvan op YouTube zetten en dan komt het lange, het volledige gesprek gewoon als podcast op iTunes. Dus check die ook zeker uit als je wil. En als je niet wil, dat is niet erg. En nu ben ik eens heel benieuwd welke apps dat jij gebruikt. Zet het in de comments. Elke week post ik een nieuwe video waarin ik je tips geef over hoe je stemacteur kan worden. Doe je mee? Bezoek dan mijn blog of abonneer je op dit kanaal.